Rukven is vanochtend een jongen om het leven gekomen bij een ongeluk met een quad. De jongen van 18 zat achterop toen de bestuurder de macht over het stuur verloor. De quad vloog over de kop op de helmondsdreef en kwam ondersteboven in een greppel terecht. De passagier was op slag dood en de bestuurder van de vierwieler die raakte zwaar gewond. Hij is naar het ziekenhuis in Roosendaal gebracht. De twee slachtoffers waren op weg naar een crossterreintje vlakbij hun huis in Rukven.